Ja, jongens, dit is het studentenleven. Weinig tijd, geen geld, maar toch een beetje fit willen blijven. Ik herken het probleem helemaal en ik wil me dus wel weer gaan inschrijven bij een sportschool, maar die moet hier wel een beetje op in kunnen spelen. En dan is er dus het USC. Maar ik ga me natuurlijk niet zomaar aanmelden. Voordat ik dat doe, wil ik wel weten wat ze te bieden hebben. Dus ik ga op onderzoek uit, niet alleen voor mezelf, maar ook voor jullie. Ik ga nu een selectie maken uit de 70 verschillende sporten die ze aanbieden op 7 verschillende locaties. En die locaties zijn ook nog eens allemaal op of naast een HVA-campus. Dus de winterwacht mag uit. Let's go! Ik ben nu onderweg naar de eerste locatie, het USC Universum op Science Park. Gaat het? Nee. Niet zo goed. Maar dit is wel echt heel leuk om te doen. Ja, ik weet niet. Yippie-yay, ik ben onderweg naar locatie nummer 2. Ik ben alweer aangekomen bij de derde locatie, het USC Club West. Ik ga me nu lekker uitdagen bij een les calisthenics op locatie nummer 4, het ASC. Nou, ik kan wel voorstellen dat ik nog eventjes mag trainen. Dus het wordt snel tijd dat ik me ga inschrijven. Maar ik ga even kijken of iemand mij kan vertellen hoeveel het dan kost. Ja, voor een HVA-student is het super goedkoop. En zijn nog lager dan bij een budget fitness zoals Fit for Free of Basic Fit. Dus voor een heel laag tarief kun je niet alleen gebruik maken van de fitness. Maar er lopen fitnessinstructeurs rond. Je kan een schema krijgen. Je kan mee doen met groepslessen. En je kan de sauna in. Oh my god, yes. Ik ben verkocht. Ik ga meteen ook die sauna in, want ik heb hard genoeg gewerkt. Maar ik ga nu wel afscheid van jullie nemen, want ik ga je natuurlijk niet meer meenemen de sauna in.